In een recente uitzending van Vandaag Insight heeft Johan Derksen zijn standpunt duidelijk gemaakt. Maarten van Rossem moet solidair zijn en stoppen met de slimste mens zodra zijn collega Philip Freriks eind volgend jaar zijn afscheid neemt. Het lijkt erop dat Maarten van Rossem, ondanks eerdere beloften, twijfelt over zijn vertrek uit de schijnwerpers. Philip Freriks maakte onlangs bekend dat hij zal worden opgevolgd door Herman van der Zandt. Hoewel geruchten hierover al in juli circuleerden, lijkt Maarten niet volledig op de hoogte te zijn geweest van de plannen van zijn collega. Johan Derksen betreurt deze situatie en noemt het heel gek dat Maarten zo heeft gereageerd. Hij benadrukt dat de beslissing om te stoppen met Philip in overleg is genomen, maar dat Maarten blijkbaar niet volledig op de hoogte was. Maarten van Rossem heeft tot nu toe niet duidelijk gemaakt of hij zal stoppen met de slimste mens. In een reactie op de vele vragen van journalisten zegt hij met een knipoog: met een zuurstoftankje achter mijn stoel hoop ik het nog 30 jaar vol te houden. Een luchtige opmerking, maar Johan Derksen en de andere tafelgasten denken er anders over. Ze vinden dat Maarten solidair moet zijn met Philip Freriks en niet kan blijven zitten. Hoewel Maarten van Rossem al jarenlang een vast gezicht is in de slimste mens, lijken Johan Derksen en zijn medegasten van mening te zijn dat het tijd is voor vernieuwing. Ze vinden dat Maarten niet langer in de stoel kan blijven hangen terwijl er een nieuwe presentator is die, ondanks zijn leeftijd, nog steeds zeer geschikt is voor de rol. Johan Derksen doet een oproep aan Maarten van Rossem om te stoppen met de slimste mens en noemt het heel onbeschaafd als hij met een nieuwe presentator zou doorgaan. Of Maarten aan deze oproep gehoor zal geven, blijft voorlopig een vraagteken.